Hi, ik ben Sandra Koning en vandaag ga ik jullie laten zien hoe je broccoli gehaktballetjes maakt. Broccoli kaas gehaktballetjes. Het zijn vegetarische gehaktballetjes. Je kan ze ook als groenteburger maken. En wat erin gaat is, ik heb broccoli eventjes 5 minuutjes aan de kook gebracht. Ik kan de broccoli ook stomen in kleine roosjes. Amandelmeel, eieren, gaat geraspte kaas doorheen, knoflook, basilicum, cayennepeper en eigen gemaakt tomatensaus. En de tomatensaus heb ik gemaakt met ontvelde tomaten, ui en basilicum. En er zit cayennepeper doorheen. En het is heel simpel, je kan ook als je tomatensaus gewoon uit tomaten uit blik, maar ik werk liever met verse producten. Als je wil zien hoe ik het sausje maak, kan je een van mijn vorige filmpjes kijken. Ik ga beginnen met broccoli. Die doe ik even in de keukenmachine om fijn te malen. Je toast hem even of je maalt hem even fijn. En daarna doe je het in een koel. Even van de likken pakken, dat werkt wat makkelijker. Dan gaat er een cup geraspte kaas. Dus ja, ik werk met cupmaatjes. Amandelmeel, 120 gram. Doe er wat cayennepeper bij. Dat doe je naar eigen smaak. Basilicum. En ik gebruik de basilicumolie in plaats van verse basilicum. Omdat het heel puur is en je eigenlijk maar heel weinig nodig hebt. Plus het voordeel ervan is verse basilicum. Dat kan nog wel eens gaan verleppen in je koelkast. Of je hebt het net niet in huis. Dus vandaar dat ik altijd de kruidenolie heb. En daar werk ik graag mee. Verder gaan er 2 eieren. Die sla ik even apart los, voordat ik ze weer in doe. Als je wil kan je er nog wat zout bij doen, maar de kaas die ik gebruik is oude kaas en die is vrij zout. Dus voor mij hoeft er niet extra zout bij, maar ook dat is natuurlijk naar je eigen smaak. Nou, dan meng je het allemaal goed door elkaar. En ook voor, het is gewoon een heel fijn gerecht dit, omdat kinderen die niet van broccoli houden, als je deze balletjes maakt, dan hebben ze geen idee dat ze broccoli eten en ze krijgen toch een groente naar binnen. En zelf ben ik het eigenlijk gaan maken omdat ik geen granen en pulvruchten eet en vroeger wel vaak falafelballetjes at. En dit is een leuk alternatief. Ik heb nu gemalen amandelmeel gebruikt, maar als je zelf de noten maalt, dan blijven ze iets grover. En dan krijg je toch een beetje het falafel idee. Nou, ik ga er kleine balletjes van maken. En ik heb van tevoren een bakblik bekleed met kleine vormpjes. Je kan natuurlijk ook het bakblik insmeren met wat olie. En op deze manier gaat het gewoon makkelijk in de oven. En je kan de balletjes zo groot maken als je zelf wil. Natuurlijk, als jij het meer als gehaktballetjes wil, dan maak je ze wat groter. Maar in dit geval maak ik ze als bolhapje. En je kan er natuurlijk ook gewoon burgers van maken. Wat ook leuk is, en dan bij als hoofdgerecht. En de tomatensaus die ik er ook erbij doe, is echt voor ernaast. Als je dit als bolhap gebruikt, of gewoon als kleine balletjes met spaghetti is het lekker. Dan heb je ook gelijk je tomatensaus. Ik heb de oven van tevoren voorverwarmd op 175 graden. En het gaat zo meteen 20 minuutjes in de oven en dan zijn ze klaar.
Nou, je ziet, ze zijn zo klaar. En dan gaat het in de oven. Dus de oven op 175 graden en een kwartier 20 minuten. Ik heb de gehaktballetjes uit de oven gehaald. Zo zien ze eruit. En als ze afgekoeld zijn, ik heb ze hier in een bakje gedaan als borrelhap met wat tomatensaus. Maar je kan ze ook als burgertjes maken en dan gewoon als avondgerecht. Dus het is maar net welke vorm je gebruikt. En wat ik er straks ook vertelde, als je het lekker vindt met spaghetti, gehaktballen, iets grotere balletjes draaien. Je hebt gelijk je tomatensaus die je op kan warmen. En in één keer klaar. Dus dat was het voor vandaag. Eet smakelijk en tot de volgende keer.